Wie vrijdagochtend naar de livestream van Big Brother heeft gekeken, kent intussen de hele voetbalgeschiedenis van Ali Burhan. Hij vertelde over zijn transfer van Neerpelt naar Leopoldsburg en hoe hij bijna een contract tekende in de Turkse tweede klasse. Van dat plan zag hij uiteindelijk af, onder meer omdat hij zijn studies nog moest afronden. Ali studeerde namelijk financiën en verzekeringswezen in Hasselt. Hij behaalde daarin zijn bachelordiploma. Big Brother fans vallen volledig uit de lucht. Ali heeft al een bachelor in financiën? Wow, dus mensen hier op Twitter die steeds roepen dat Ali dom is. Eat your heart out. Ik wist wel dat hij niet dom was. Onwetend en naïef wel, zegt een fan. Mensen verwarren wereldvreemd met dom, helaas. Ali is allesbehalve dom. Dat Ali al een diploma op zak heeft, wisten veel mensen niet. We kenden hem natuurlijk alleen door zijn beschrijving leraar in opleiding. Ali zou Nederlandse les geven aan anderstalige kinderen en zou van plan zijn om een opleiding tot turnleraar te volgen.